Jurgen van Nou, ik bedank u wel. Dit video van Rollercoaster 3 aflevering, I don't know. We zijn na het intro sowieso verder. Ja, mensen, welkom bij deze aflevering van Rollercoaster 3. Aflevering, weet ik veel. Het is maandag en het is maandag 15 maart. 15 maart alweer. En ik begon nog niet de aflevering en ik krijg nu al een beloning. Minimum pak value, 50.000 euro heb ik gehaald. En dat allemaal viewing galerij, die moet ik nog halen. Maar dat komt automatisch wel op zijn plekje. Ja, goedemiddag allemaal. Het is al het is niet echt een tijd geleden, maar ik doe nooit eigenlijk echt op zondag en zaterdag nooit eigenlijk een video uploaden. Behalve de avond zo natuurlijk, maar ja, die is al eerder opgenomen. Dit trouwens ook al, maar ja. En ik merk dat de abonnees een klein beetje achteruit gaan. Ik weet niet hoe dat een beetje kan, maar ja, als ik het mag zijn, ik doe ook gewoon mijn best, hè, mensen. Ik doe misschien een klein beetje saai, maar ik wil wel mijn beste blijven doen. En dat doe ik ook. En dat wil ik ook zo houden. Dan deed ik YouTube niet. En ik blijf het leuk vinden. Dus, abonnees zakken. Gewoon raar. Raar. Iedereen gaat eigenlijk allemaal abonneren, dat zal het zijn. Dan stop ik met YouTube. Nee, dan stop ik niet met YouTube. Dat ga ik niet doen. Dat is een klein beetje sneu gedrag. Dat ga ik niet doen. Zo. En hoe was je de week? Mijn week ging weekend. Het is nu weekend. Mijn weekend was wel goed. Ik heb zaterdag even. Programma gekeken van op 8 uur op Lego Masters. Ja, misschien een klein beetje voor kinderen, maar ja, ik vind het op zich wel een leuk programma, eerlijk gezegd. Ik heb het nog niet gekeken, het is nu donderdag voor mij, donderdagavond rond 9 uur. En ik heb het nog niet gekeken eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar de eerste seizoen heb ik wel een klein beetje stukken gekeken, maar nu ga ik het echt volgen. Vanaf afgelopen zaterdag al. Waarom kan ik zo weinig inkomen trouwens? Waarschijnlijk. Aha, ik zie het al. Die stingen stonden wel aan. Maar er is maar fucking maar één paard in dat ding. Mannetje, vrouwtje, baby. Even malen. Vrouwtje, baby. Huts. En we maken ook nog andere park. Wat zou ik nog meer doen? Olifant. Olifant lijkt wel mooi. Dat lijkt wel een mooie beesten. Misschien mooi hier bij de achtbaan een beetje. Beetje bij de achtbaan. Dat die achtbaan zo skeurt. Jongen. Dit is lelijk, hè? Ja. Dan pak ik even deze ding erbij. En dan gooi ik hem hier naartoe. En dan gooi ik hem hier. Ja. Dan moet dat kruimpje weg. Helaas binnenkant, maar ja. Je bent ontslagen. Dat is ook wel fijn. Je kruimpje moet weg en je bent ontslagen. En wil lekker mee. En hier kunnen we vastmaken. Het. Zo. Oh.
En trouwens, kijken jullie ook, wat is jullie favoriete televisieprogramma op televisie? Laten we daar maar eens mee beginnen op deze maandag. Maandag. 15 maart. Ik ben trouwens afgelopen zaterdag naar de kapper geweest. En jullie kunnen het nog niet zien, maar dat zien jullie volgende week wel. Volgende week, aankomende zaterdag, zien jullie mijn nieuwe kapsel. Mijn nieuwe look. Lookie, lookie, look. Lookie, look. Lookie, look. Lookie, look, look, look. Oké. Okay. Dan gooi ik een paar olifanten neer. Plunt ik een paar olifanten. Hier. Een manneke. En een vreukje. Oh. Kijk nou. Dan gooi ik wel een kleine neer. Oh, dat is wel duur. Shit. Shit, man. Olifantenbroerij moet ik wel plaatsen, want anders, ja, 188 euro, oh, makkelijk, ja. Kijk, nu komen wat meer mensen. Nu komen wat meer mensen, daar lag het dus aan, dat is maar, paarden, nog wat dingen. Zo, zag je mijn reactie? Ik raakte even in paniek. Ik doe ook een vrouwtje, kan ze ook ja, doen. Zo. Kunnen ze ook kinderen maken. Het is mij bijna. Bijna maat. Ja, ja. Zo. Hoe gaaf ziet dit eruit? Even kijken. Nee, dat kan ik niet zien. Ja, maar Jezus. Dan ietsjes wat rustig. Even wat rustig aan. Ik moet wel iets zacht zetten, man. Zo. Het. Zo zit ik in de achtbaan. Nee. Oh, wat eng. Oh, de sporen is niet meer goed. Oh. Oh mijn god, ik ga zo snel. Wat is dit eng. Oh, dat is trouwens wel grappig gedaan eraan trouwens. Hoor. Oh. Jeetje. Wat erg is dit. Oh, jeetje. Oh. Oh mijn god, oh. Oh. Ah. Oh. De baan. Ik word iedere keer getikken, tikken. Kun je dan niet eens een keer andere geluiden doen? Het lijkt me wel gelachen om een keer mijn eigen geluidje te doen. Dat ik gewoon... Godverdomme nu! Oh, kijk eens aan. Ik ben door. Naar de volgende ronde. En ik heb gelijk een beloning gekregen. En ik weet nu waarom ik geen geld binnenkreeg, omdat ik al die horses had betaald. Dus, daar lag het probleem aan. Dan plaats ik wat meer van die horses. Horsen. Want ik meen dat die kleinkjes wat duurder zijn. En dan ja, betaal ik gewoon weer over. Oh, dat was trouwens eigenlijk niet slim eigenlijk. Eerlijk gezegd was dat niet slim. Ja. Ik weet niet hoe ik dit in godsnaam ga doen. Maar het komt waarschijnlijk wel goed.
Want ik heb volgens mij nu precies hetzelfde verhaal. Nee, valt mee. Valt nog reuze niet zo veel, zag je dat? Ja. Huur. Hoor je altijd, hè? Dat is zo standaard, maar ja. Fucking kutkinderen. Fucking kutkinderen. Zo. En verkopen. You. De ballen. De ballen. De ballen. Ik weet trouwens niet of dit helpt trouwens, want ik bereik hier niet echt heel veel mee. Het mannetje waarschijnlijk wel. Laatste. Laatste, dat ga ik halen. Open. Ja. Kijk, kijk, kijk. Maar dan moet ik zeker nog meer. Oh, godverdomme. En dan plaats ik nu heel veel van die vrouwtjes. Ik moet zelf weten wel hoe ze opvoelen. Lag. De lag is real. In de volgende aflevering zie je sowieso wat er gaat gebeuren. Tot volgende week. Joe. Doei doei.